te horen gekregen dat mijn vaccinatie nog maar geldig is tot maandag. Ja. Dan kan ik echt heel pissed om worden, want nu moet ik waarschijnlijk... Mijn enige optie is ofwel naar huis, ofwel... Goedemorgen. Kijk eens waar we zijn. In de sneeuw. Ik heb vandaag een vrije dag om even alles te regelen. Mijn skipak, mijn skipas. Het gebied te leren kennen. Ik heb net even mezelf opgefrist. Ik ga vandaag veel op de GoPro filmen. Dus get used to this quality instead of deze. Maar dit is gewoon veel makkelijker om in mijn zak te steken. Want ik ga dit niet meer rondzullen als ik op verkenning ga. Dus dit gaat gewoon iets spontanere GoPro vlog zijn met... Een beetje een kijk in mijn eerste week, eerste dag in Cheffo. Let's go! Voilà, skihelm, botten. Ik heb net met Lars gebeld. Lars van L'Acquelier, mijn maat. En die belt, die zegt random, waar zit jij? Ik zeg, ja, Cheffo. Die zegt, is goed, wat zijn uw plannen? Ik zeg, oh ja, even het gebied verkennen. Hij zegt, oké, okay, kom af. Dus deze middag is Lars hier. Fucking strijder dat jij bent. Abnormaal. Nu zit hij in Zalmzee, ongeveer een uur, anderhalf uur van hier. En deze middag is hij gewoon hier. Gaan we samen lekker shredden. Let's go. Wil je hem hebben, toch? Ja, ja, ja. Maar... In het skihuis van de skischool. Kinderland. Dit is kinderland. Ik heb even weinig gefilmd. Laatste, ja, was altijd een uur, twee uur. Waarom? Ja, het zijn gewoon, ik heb administratieve dingen moeten gaan doen. Allemaal papieren invullen op het bureau. Dan ben ik naar boven gegaan, even binnen geweest zoals je hebt kunnen zien in het skihuis, dus van de skischool waar ik voor ga werken. Ik heb ook te horen gekregen dat mijn vaccinatie nog maar geldig is tot maandag, dus nog 3 dagen, wat echt... Daar kan ik echt heel, heel kwaad op worden, want dat slaat gewoon nergens op. Echt nergens, corona is niks meer. Ja. Daar kan ik echt heel pissed om worden, want nu moet ik waarschijnlijk... Mijn enige optie is ofwel naar huis ofwel ja, in Koefstein een booster halen. Terwijl ik heb al 2 keer corona gehad, ik word helemaal niet meer ziek. Ja, boeien. Alleszins, Lars, die strijder, Lars, die komt, die is onderweg, onvoorstelbaar. En ik mag niet klagen, want kijk eens waar ik zit. Kijk eens af. Ik ben even aan het verkennen samen met 2 jongens uit mijn huis. Die echt zalig, die nemen mij volledig mee. Dus ja. Dus, Larsje is hier. Lars, zeg eens iets. Iets. Zo, het is een mooi skigebied hier. Ja, toch. Hop, hop, hop. Dus ja, dit wordt mijn werkplek hè, voor de komende maand. Vies, veel chance. Dit is het man, de man van het mooie leven. Jo, zegt hij hier. Zorg, zoek, zorg. Ja. Die gaan we even shredden. Ik blijf achter. Dus, even recap. Lars en ik zijn hier langs de weg gewandeld met onze skis en bord. Zijn dit. Nu hebben we een taxi gebeld. Lars! Komt-ie! Ja, komt-ie? De taxi komt eraan. Ja, toch? Van die sporthotel. Sporthotel? Ja, en we zijn echt vies gaan sporten, hè. Maat, ik zweer. We hebben gewoon vandaag al sowieso onze cardio. Ja, sowieso met 3. Allee, ciao hè. Bye bye. I have my ski boots. Like you have to see it. One have the snowboard and the other one the ski boots. Yeah.
dag 2. Gisteren heel zalig geopperskiet. Nu even kijken hoe dat het lesgeven gaat. Dus ik moet gewoon meevolgen en kijken. Het is nu zondag, de allereerste dag van het skiën voor de nieuwe week. En hier worden dus de kinderen ingedeeld. We moeten ze even voorskiën. Dus hier skiën ze voor. En dan daar beneden worden ze ingedeeld. Er is zoveel wind dat we moeten stoppen met skiën. Dit is de kindergroep. Trouwens, dag 2 in Cheffo. Ik ga nu mijn vaccin halen, omdat ik anders vanaf maandag niet meer kan skiën en dus niet kan werken hier. Dus ik moet mijn booster gaan halen. Ik ben deze middag naar beneden gekomen. Ik ben hier nu alleen in het huis en het is prachtig weer. Deze morgen was het wind en bewolkt, maar nu is het heerlijk. Ik vind het echt mooi. Oh. Ik voel nu al dat ik zwaar ga viben in de auto. Dit is onze kamer trouwens, maar die had je al gezien. Oké, here we go. Echt mooi Oostenrijks. Dit is normaal mijn kast. Kan ik even iets eten? Een koekje en een puddingsje. Let's go. Ik heb gekeken, het is een 20-tal minuutjes rijden. Wauw. Just wow. Dit is toch echt prachtig gewoon. Heerlijk. En hier lekker in de sneeuw crossen, dat vind ik ook echt zalig. Oh. Wel goed dat ik die winterbanden nog heb. Anders kwam ik hier echt nergens naar boven. Ik kan niet geloven dat ik hier nog een maand woon of langer. Tjoe, jongen, jongen. Ik was vergeten waarom ik dit zo graag wou. Thuis was ik echt oprecht vergeten waarom ik het zo graag wou. Nu weet ik het echt wel terug. Er is niks mooier dan de bergen, toch? What the fuck? Ik ben zo hyped, man. Zo hyped. Ik zal mijn ASR even op. Het is hier ook heel mooi om te wandelen volgens mij. Ik ben nog niet aan wandelen, maar ik ga dat wel sowieso nog doen natuurlijk. Wow. Aangekomen in Koefstein. Ik heb geen zin. Oh. Oké, we schakelen over op de incognito camera. Let's go. Hallo. Waar de fuck ben ik binnen gekomen? Heerlijk jongens, ik sta helemaal strak van de Pfizer. Lekkere shot gehad van 0.5. Echt lekker. Wajo, ik zie niks met de zon. Wajo. Alleszins, hij zit erin. Ik heb mijn geel boekje, dus ik kan morgen weer werken. Ik ga nog verder geen woorden aan vuil maken. Buiten dat dit een kapot, dat de wereld kapot is. Nu gaan we gewoon lekker naar huis rijden. Oké, iedereen dat dit ziet. Ik denk echt dat ik gek ben. Ja, dat is ook zo. Nee, maar ik weet niet wat ik deze avond ga doen. Waarschijnlijk een pintje drinken. Ik wil misschien nog even fitnessen, want er is zo'n fitness in de kelder of zo, heb ik gehoord. Misschien ga ik even wandelen, ga ik op de laptop zitten. Standaard shizzle. Oh nee, ik moet nog naar de winkel. Voor avondeten te maken. Yes. Vergeet ik altijd dat ik dat ook moet doen. Shit. Het is zondag natuurlijk. Op zondag is hier niks open. Oh no. Dit is de situatie bij thuiskomst. Iedereen heeft zijn eigen vastgereden. Dus nu ga ik ook nog eens een poging wagen om boven te geraken. Later. Niet gelukt. Ik raak dan ook niet meer boven. Ik ben wel verder geraakt. Tot daar, maar... Oké. Ik ga even mijn skipak ophalen, mijn lerarenpak. En dan ga ik winkelen. Het is mooi licht. Dit is toch echt gewoon een machtig beeld.
Dat huis. Oh, dat huis is echt vet. Ik heb mijn skipak, mijn eerste hulptasje. Kunnen we echt de skileraar dingen doen. Nu even langs de Spar. Mooi dagje, mooi dagje. Ik ben een beetje moe van gisteren wel. Gisteren feestje. Maar ja, zo hoort het. Hè. Zo hoort het. Ik weet niet als je veel ziet, maar kijk eens wie hier weer is. Hallo, ik ben de zus van Thomas. Nee, dat is mijn kleine broer. Ja. Ja, dus die gek die is weer naar hier gekomen. En ja, het is ondertussen... Allee, ik zal het uur juist zeggen. Het is 11:41. Iedereen is hier al wat pitten en zit boven. En ik ga nu alle files uploaden, zodat jullie lekker kunnen genieten van de mooie views hier. Wauw. Ja, dat is de bedoeling. En dan ga ik ook slapen, want ik ben kapot. En morgen moet ik, als de lift gaat, want het gaat waarschijnlijk waaien, maar als hem gaat, moet ik even werken. Dus eerste werkdag dan. Allee, officieel alleen, zeg maar. Waarschijnlijk word ik in kinderland gegooid, godverdomme. Pampers of zo. Oh, maat. Oh, nee. Maar ben ik gewoon kleuterjuf geworden. Hé, maar ik had vandaag had ik ook een, hè. Die ging de hele tijd op zijn gezicht, maar dat was door de wind. Ja, de wind was echt hard vandaag, dus die blazen die kinderen gewoon ver. En, maar echt constant. En die raakte dan niet recht. Laat hij met zijn benen in de war. En dan, die begon gewoon te janken en te janken. Ja, dan zag hij natuurlijk niks meer onder zijn goggles. Maar als je die afzette, dat gaat ook niet, want de wind was zo fel. 5 meter verder, baaf, terug de grond op. Wij gaan door, toch? Zeker. Moet je nog iets zeggen? Doe waarvan je gelukkig van wordt. Oh, ja, voilà. Doen waar je gelukkig van wordt. En onthoud. Onthoud, alles is mogelijk. Voilà, goed. Ciao. Ciao. Ciao.